Koningin Maxima is vandaag 50 jaar geworden. En dat was de reden om Matthijs van Nieuwkerk binnen te laten op het paleis. En zich uitgebreid te laten interviewen. Ja, Jeroen, jij hebt Maxima als eerste ooit geïnterviewd. Dominique van der Heijden nog een keer in 2011, jij in 2005. Je hebt net gekeken. Wat vond je van het interview? Ja, het is, als ik eerlijk ben, het interviewen van een lid van het Koninklijk Huis of de Koninklijke Familie is altijd een beetje omgaan met teleurstellingen. Daarmee bedoel ik dat je nooit een echt interview kan maken zoals je dat kan maken met zeg maar een echt mens. Dit is toch met een functionaris in die zin. Ik vond het een heerlijk interview op heel veel momenten, hoor. Ik bedoel, Matthijs is iemand die kan van iemand die niet van koninklijke bloede is of daartoe behoort als een vorst benaderen. En daar een vorst of een vorstin van maken. En hier heeft hij dat ook fantastisch gedaan. Dat kan hij goed. Ja. Hij maakt een sfeer. Hij probeert, en dat lukte zeker ook in het begin heel goed, een relatie aan te gaan met degene die die interviewt. En daarmee een sfeer te creëren waardoor je denkt, nou, dat zou nog wel eens iets kunnen gaan opleveren. Ja. En het heeft ook heel veel menselijke dingen opgeleverd. Dus ik heb er ook met heel veel plezier naar gekeken. Alleen er zijn ook van die dingen waarvan je denkt, ja, er zijn kwesties. Mm-hmm. En die komen dan niet echt uit de verf. Nee, daar komen we zo zeker op terug. Marcia Luiten, jouw boek lag niet alleen op tafel, maar werd uitgebreid besproken. Ja. Tot jouw grote opluchting waarschijnlijk. Nou, opluchting. verbazing, verrassing. En ik ben er heel blij mee, natuurlijk. Ja. Ja. Hoe kwam Maxima op je over? Ik vond er van alles van. Heel veel verschillende dingen. Kijk, wat je ziet is, wat zij heel goed kan, en dat doet ze ook in dit gesprek, is tegelijkertijd controleren en ontwapenend zijn. En dat doet ze hier dus ook. Dus je ziet dat waar het echt persoonlijk wordt en het ook pijnlijk kan worden, dan stuurt ze ook vakkundig. Maar tegelijkertijd is ze ontwapenend. Mm-hmm. Ik was heel blij om te zien dat het gesprek ook echt persoonlijk kon worden. Want er zit natuurlijk ook een beetje corvée in. Hè, zoals die beelden van de VN. Ik bedoel, interessant, maar dat hebben we allemaal gezien in een documentaire 2 jaar geleden. Maar gelukkig was er ook ruimte voor dat echt persoonlijke gesprek. Want zoals Jeroen zegt, Matthijs kan dus een doodnormaal iemand vorstelijk benaderen. Maar wat hij ook goed kan, is dus een koningin supermenselijk maken.